Raise your voices high and sing of your Caribbean pride. Een van harte goede dag. Het is ons een waar genoegen om met u te delen het heugelijk nieuws dat de 43ste CARICOM staatshoofdenvergadering van start zal gaan in Paramaribo, Suriname. Mijn naam is Alvin Roosveld en als woordvoerder wil ik met u delen wat er zal gebeuren op dag 1 van deze CARICOM staatshoofdenvergadering. U mag weten dat het een bijzonder heugelijk feit is, omdat Suriname nu voor de komende 6 maanden CARICOM voorzitter is. Vanaf 1 juli dus in principe zijn wij reeds de voorzitter van CARICOM. Voor de komende 6 maanden mag Suriname dus de 15 lidlanden en de 5 geassocieerde landen leiden in hoe wij om zullen gaan met elkaar, maar ook met andere organisaties waarmee de CARICOM deelt. We hebben dus 15 landen plus nog 5 geassocieerde landen, 20 landen vertegenwoordigd in Suriname. Van de 15 CARICOM lidlanden zijn er 13 staatshoofden die op bezoek zullen zijn in Suriname en 2 landen laten zich vertegenwoordigen door hun ministers. Van de 5 geassocieerde landen zijn er 3 staatshoofden en 2 laten zich vertegenwoordigen. Al bij al een druk programma voor deze komende tijd. We gaan u dan ook vragen om zich als Surinamer van uw beste kant te laten zien, omdat dat ons visitekaartje is naar de rest van de gemeenschap. Nou, wat hebben we vandaag? Vandaag beginnen de eerste activiteiten. Vooruitlopend op de officiële opening die morgen wordt gehouden, zal de president vandaag alvast gesprekken houden met buitenlandse gasten die reeds in Suriname zijn gearriveerd. Hij zal als eerst een gesprek hebben met de secretaris-generaal van CARICOM. Dat is gebruikelijk dat als voorzitter je eerste introgesprek daar doet. Het is vermeldenswaard dat de secretaris-generaal van de CARICOM naar Suriname is getreffeld over de weg en dat zij dus het een en ander reeds heeft kunnen meepikken. Daarna volgt er een persmoment waarbij de president en de secretaris-generaal de pers te woord zullen staan. Wij van de communicatiedienst Suriname brengen u dat moment live. Vervolgens zal de president bilaterale gesprekken hebben met onder andere de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en met president Ifran Ali van Guyana. Het gesprek met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties is een unicum. Het is voor het eerst in de geschiedenis van ons mooi land dat de secretaris-generaal Suriname aandoet. Dat is op zich al een heugelijk feit. Belangrijk genoeg om te weten dat de secretaris-generaal van de UN onder andere zal praten met Suriname over het klimaat, over wat Suriname doet aan haar bossen, over wat Suriname doet aan CO2-uitstoot, het feit dat wij carbon-negatief zijn en wat wij daar allemaal voor in de plaats zullen krijgen. Het is ook wel goed om te weten dat Suriname op agenda zal brengen het feit dat Suriname al wordt getroffen door de effecten van klimaatverandering. Dat zien we onder andere aan de zware regenvallen die ook nog overstromingen met zich meebrengen. Maar goed te weten dat dit ook op agenda zal staan. Suriname is dus per 1 juli de voorzitter van de CARICOM. Wat hebben wij in onze portefeuille? We hebben in onze portefeuille een aantal beleidsgebieden die zich onder andere richten op gemeenschapontwikkeling, culturele samenwerking, inclusieve cultuur, gender, jeugd, sport en industrie. Dat zijn de zaken die de speerpunten zullen zijn van het beleid dat uitgezet zal worden deze 6 maanden. Aan het eind van deze dag zijn we weer bij u terug om u te brengen een wrap-up van de dag, zodat u weet hoe de dag is verlopen, maar dan tegelijkertijd de introductie van de dag van morgen. Ik haast me om te zeggen dat ik 1 belangrijk ding van de dag nog niet heb gementiond en dat is de 10 kilometer snelloop die gehouden zal worden met de start en finish op het Onafhankelijkheidsplein. Daarbij zal de president tijdens de start en tijdens de finish een korte speech doen. Hij zal ook wel de prijsuitreiking doen aan de winnaars. Wat u ook te goed bij ons heeft, is de live reportage van het persmoment van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties samen met de president van de Republiek Suriname. Dat en nog meer vandaag op dag 1, wanneer Suriname met alle trots haar eerste officiële zaken zal doen als ze zijn voorzitter van de CARICOM. Laat ons ons samen inspannen om deze 6 maanden en de periode daarna te maken tot periode van investeren in groei voor onze natie en voor alle andere bevriende naties. Aboskopu na lobby.
Time to show it extra. Raise your voices high and sing.